direct in contact willen zijn van Bert, doe het nu anders, zo kan dat niet. Voor Smallingerland was de burgemeestersrel de druppel die de emmer deed overlopen. Niemand was meer bereid voor deze man in de bres te springen. Een van zijn minder aantrekkelijke eigenschappen is dat hij nogal graag mag manifesteren dat hij het allemaal tot stand brengt. Hè. En een beetje moeilijk, een teamworker denk ik, meer een solist. Ja, dat is niet goed gevallen? Dat valt niet goed hier, nee. Smallenbroek was vandaag thuis, maar weigerde om met journalisten te praten. Hij beraadt zich nu over wat hij gaat doen. Aftreden of proberen toch aan te blijven. Terug naar de plek des onheils. In Brighton is vandaag het partijcongres van de Britse conservatieven begonnen. Premier Thatcher en de haren logeren in hetzelfde hotel dat in 1984 het doelwit was van een IRA-aanslag. De zware tijdbom, door de IRA in oktober 1984 geplaatst, richt in het Grand Hotel een enorme ravage aan. Premier Thatcher kwam met de schrik vrij, maar 5 prominente partijgenoten verloren het leven. Het fraaie luxe hotel is 4 jaar later volledig hersteld en met opzet weer als verblijfplaats uitgekozen door mevrouw Thatcher, die ter nagedachtenis aan de 5 slachtoffers een plaquette onthulde. Niet ingeven aan de IRA, luidt haar devies. En daarom gelden er nu de meest stringente veiligheidsmaatregelen ooit in Groot-Brittannië toegepast. Honderden veiligheidsagenten hebben met speurhonden het hele hotel afgezocht. Onder de bedden, in de badkamers, de keukens en zelfs in de liftkokers. Buiten zijn tot in de wijde omtrek betonnen versperringen en dranghekken geplaatst. Meer dan 1500 politieagenten en detectives bewaken hotel en conferentiehal, waarboven voortdurend helikopters met speciale infrarode apparatuur rondcirkelen. En dicht onder de kust waakt de marine tegen acties vanuit zee als onderdeel van de operatie die het Britse belastingbetalers meer dan 5 miljoen gulden kost. Nog een laatste bericht. De Rijkspolitie in Zeeland is het zat steeds weer ingezet te worden tegen vissers die de vangstbeperkingen proberen te ontduiken. In een brief aan kabinet, politieleiding en justitie vraagt de dienstcommissie van de politie om een afkoelingsperiode. De politiemensen zeggen dat hun veiligheid in gevaar is als ze moeten optreden tegen de vissers. Bovendien zeggen ze, komen ze aan hun gewone werk niet meer toe. Ze vragen om snel overleg en noemen de situatie onhoudbaar. En dan nog het weer met Erwin Krol. Morgen krijgen we na regen weer wat zon. En dat komt natuurlijk door de verschuiving op de weerkaart. En hoe die vandaag waren, dat krijgt u nu te zien. En daarbij draait het eigenlijk allemaal om die vlek een beetje links in uw beeld boven Ierland. U ziet hem rondtollen en steeds beter wordt in die bewolking een lage drukgebied zichtbaar. Een lage drukgebied dat tegelijkertijd ook nog langzaam in de richting van Bretagne trekt. Vanmiddag om 5 uur lag het dus hier. Het komt nog wat dichterbij. En met de zuidelijke winden aan deze kant wordt deze regen over ons land geduwd. Donderdag, dan ligt het lage drukgebied op een iets andere plaats. Wat langgerekt, de regen is dan ver weg. Deze zuidelijke winden brengen bij ons wat zachte lucht. Maar door de invloed van dat lage drukgebied hebben wij dan toch ook nog wel wat buien. En na donderdag, dan trekt het zich wat terug naar het zuiden. En dan krijgt de zon bij ons een wat grotere kans. Maar ja, eerst dus regen. Vannacht wat regen, morgenochtend een deel van de ochtend ook nog. Maar morgen in de loop van de dag, dan breekt de zon weer door. Het eerst gebeurt dat in het westen, later ook in het oosten. Verder zijn er de rest van de dag ook af en toe wat buien mogelijk. En met een zuidelijke wind, die langs de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig kan zijn, windkracht 6, wordt het ongeveer 15 graden. En dat is dan weer wat zachter dan het vandaag was. Dat was het Acuurjournaal van vandaag. Tot woensdag, tot morgen.